Slippers natuurlijk. Voor gadgetfreaks zoals ik is iets nieuws uitgevonden, namelijk metaaldetector slippers. Met deze sloffies aan je voeten vind je zo een goudmijntje en je loopt er geen eens mee voor paal. Bij de slippers die gewoon van zwart plastic zijn, zit een klein kastje en een bandje. Je kunt de slipper inpluggen op een kastje, doet hem aan, pakt vervolgens het band en het kastje en doet hij om je been. Hoe werkt het? Je zet hem aan. Is het lampje groen, dan is hij inderdaad aan. Wordt het lampje geel, dan heb je misschien iets gevonden. En als hij rood wordt, dan moet je zoeken alsof je leven ervan afhangt. Als je over die eeuwenoude ketting of over die waardevolle munt loopt, dan gaat hij vanzelf piepen. Oké, dit horlogebandje zal wel iemand verloren hebben, maar je snapt het idee. Binnen een paar stappen wandel jij je rijk. En voor mensen die het gepiep niet zo goed kunnen aanhoren, hebben ze ook nog iets gevonden. Je kunt namelijk het piepalarm vervangen door een trilalarm. Wat moet je allemaal weten? De slippers zijn alleen maar verkrijgbaar in de maatjes 39 tot en met 47, dus alle andere voetjes hebben pech gehad. De kosten zijn €69,95 en er zit geen batterij bij. Deze slippers werken alleen op een 9 volt batterij. Waar ze te verkrijgen zijn, lees je natuurlijk op onze website omroepbrabant.nl/hot-en-gespot. En heb je geen zin meer om te zoeken? Dan haal je het kastje toch eenvoudig weg af en kun je ze nog steeds gebruiken als strandslippers.